Waarom bestaat er eigenlijk nog niet een soortgelijk concept als carsharing, maar dan met scooters? Wij zien dat de stad van de toekomst eigenlijk bestaat uit, als we het hebben naar de mobiliteit van de stad van de toekomst, bestaat uit openbaar vervoer, wat aangevuld is met allemaal verschillende manieren of allemaal verschillende varianten van deelvervoer. Ja. Je ziet ze steeds vaker, de groene Felix-scooters. Niet alleen in Nederland, maar sinds kort ook al in België. En in steeds grotere getalen. We gaan praten met een van de founders van het bedrijf achter Felix, Quinten Selhorst. Quinten, van harte welkom. Dank je wel. Waarom heet het Felix? Het heet Felix omdat wij, toen wij na moesten denken over een naam, hebben we eigenlijk een criterialijstje opgesteld. Ja. Waar moet de naam allemaal aan voldoen? Ja. Het was voor ons belangrijk dat het internationaal uit te spreken is, omdat we ook al meteen de internationale ambitie hadden. We vonden het belangrijk dat je een verkleinwoordje moest kunnen toepassen op de naam, omdat dat zeker in het Nederlands makkelijk werkt, even een Felixje pakken. Net als dat mensen even zeiden, even een Ubertje of even een Abeltje pakken toen de tijd. Als laatste vonden we het ook belangrijk dat het nog wel iets verder een soort van diepgaandere betekenis heeft. We waren zo creatief om te bedenken dat Felix Latijn de gelukkige, de gezegende, een gezegend ritje en zo. Je was gewoon dronken was je. Nou, ik wil niet zeggen dat ik dronken was. We hebben er goed over nagedacht. Maar onder ook wel een keer met een paar biertjes op. Hoe lang bestaat het? We zijn in de zomer van 2017 zijn we begonnen in Amsterdam met 108 scooters. Dezelfde 108 die nu ook nog rondrijden. En eigenlijk vandaar doorgegroeid naar Rotterdam sinds april Den Haag erbij. En vanaf volgende week dus in Brussel. En in Brussel had je er hoeveel? Brussel gaan er 614. Ja, dat vond ik zo leuk, want je zegt nu al 108. En in Brussel las ik inderdaad in een persbericht 600. Ik denk, waarom geen 100? En waarom geen 600? Ja. Dat is heel erg praktisch. Dat komt omdat de scooters die komen aan in containers. En in die containers daar passen er 36 in één keer. Dus dan kom je altijd op wat vreemde getallen. In beginsel hebben we gekozen voor een leverancier GoFetch. Een Duitse leverancier, die fabriceert ze in Polen. Ja, lekker dan, degelijk. Inderdaad, heel degelijk. Ja. Tegelijkertijd ook heel erg duur. We zien eigenlijk dat de ontwikkeling in de markt ten aanzien van elektrische scooters is enorm snel. Het gaat een hele snelle pace. En we zijn er nu van overtuigd dat er ook een andere partij op de markt is. In dit geval Niu, Westers Management, fabriceert in China. Kunnen een kwaliteit scooter leveren waarvan wij zeggen, en met ons ook experts, onafhankelijke experts ook, die eigenlijk zeggen van ja, dit is een hele goede scooter om uit te baten als scootershare concept. En ook met de termijn die wij daarvoor voor dachten. Dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. En hoe lang moet zo'n ding mee? 5 jaar nu. 5 jaar? Ja. Oh, dat is behoorlijk. Ja. En de batterij ook? Ja, batterij. Komen die van dezelfde fabrikant of haal je die dan ergens anders? Nee, die komen nu op dit moment van dezelfde fabrikant. Okay. Hoe zijn jullie begonnen? Vertel dat eens. We zijn eigenlijk, als ik helemaal terug ga naar het begin, Maarten en ik komen allebei uit, Maarten is de andere co-founder overigens, komen allebei uit een ondernemersgezin. We wisten altijd dat we wouden ondernemen, maar wisten ook dat er altijd een soort van romantisch beeld bij ontstaat, maar dat je ook echt wel wat moet kunnen om het succes wat je als ondernemer wilt hebben in ieder geval te doen vergroten, want meer startups halen het niet dan wel. Ja. Zodoende na onze opleidingen. Welke opleiding? Opleiding. Ik heb internationale bedrijfskunde gestudeerd als bachelor en als master in Groningen. Ja. Toen een tweede master international marketing gedaan in Engeland. En toen eerst 3,5 jaar als consultant aan de slag gaan. Voordat we begin 2016 de overstap maakten naar Felix. Maarten heeft financiële economie in Rotterdam gestudeerd. En heeft 2 jaar bij Spark Optimus Strategy Consultancy in Amsterdam gewerkt. Toen hij begon met Felix. Dat was april 2016. Wij kwamen eind 2015 eigenlijk tot de realisering dat wij op dat moment zelf veel gebruik maakten van verschillende carshare aanbieders, zowel in Nederland als ook in het buitenland. Ja. Zagen eigenlijk de voordelen die het heeft, maar ook een aantal nadelen. Denk aan congestie, denk dat het af en toe lang kan duren. Voordat je op je afspraak bent als je met de auto reist. Ja, en, zeker in de stad. En realiseerden ons toen eigenlijk van, goh, waarom bestaat er eigenlijk nog niet een soortgelijk concept als carsharing, maar dan met scooters? Want als we gewoon puur naar, als we sec naar het voertuig kijken, dan is er eigenlijk geen snelle, efficiënte vervoersmiddel in een grote stad. Nogmaals, ook, denk ook vooral breder dan Nederland. Steden als New York, Mexico stad, waar afstanden veel groter zijn, waar soms het heel warm kan zijn, waardoor fietsen minder aantrekkelijk wordt. Dan zijn scooters eigenlijk heel erg geschikt. Ja. Daar onderzoek naar gaan doen. Toen kwamen we er ook achter hoe vervuilend brandstofscooters eigenlijk zijn. Toen kwamen we erachter hoe vervuilend eigenlijk de auto's in de stad zijn. Niet alleen op CO2-gebied, maar ook met fijnstof. Dat kan je eigenlijk allemaal mitigeren. Al die pijnpunten. Snel en efficiënt vervoer realiseren. Zorgen dat je verduurzaamt. Zorgen dat er minder druk op de openbare ruimte is. Als je eigenlijk met elkaar gebruik gaat maken van compacte tweewielers, gecombineerd met het aspect dat ze duurzaam zijn en ook duurzaam opgeladen worden. En je bent met hoeveel scooters begonnen? 108 in Amsterdam. 108. En wie heeft die betaald?
Dat hebben verschillende investeerders betaald. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben ongeveer een jaar lang hebben wij in onze eigen tijd, van onze eigen middelen, het concept vormgegeven. Ja. We hebben februari 2017, dat was echt nog pre-seed, dus zonder nog dat we een prototype hadden. Ja. Op basis van de analyse en het verhaal hebben wij de eerste 4 ton werkkapitaal opgehaald. Van private equity, gewoon van investeerders? Van angel investeerders. Maar meteen in ruil voor een significant pakket aandelen meteen? Ja, het was een pakket aandelen. En ja, ik denk dat was wel een nadeel, hè? Omdat je hebt nog niks. Zij kunnen natuurlijk alles zeggen gewoon. Ja, nee. Want we waren al in de fortuinlijke situatie dat er dusdanig veel interesse was in ons concept. We konden kiezen met welke partijen we zouden willen samenwerken. Okay. Dus 4 ton initieel? 4 ton initieel. En dat was alleen gededicated voor het werkkapitaal. Omdat de uitdaging van ons concept zit natuurlijk in de kapitaalintensiteit van ons concept. En in de groei dus ook. Dan en in de groei. Ja, ja. Dus wij moesten ook nog zorgen dat we in totaal 7 ton aan assetfinanciering bij elkaar zouden krijgen. En dat hebben we eigenlijk gedaan middels een crowdfund campagne die we zelf hebben geïnitieerd. En dat stelde ons eigenlijk in staat om met debt financing, met leningen eigenlijk de scooters te financieren. Okay. En dat stelde ons dus in staat om uiteindelijk in augustus 2017 live te gaan in Amsterdam met 108 scootertjes. En hoe snel en wat voor bezetting heb je? Want hoe werkt dat dan? Hoe populair is het? Hoe vaak worden ze gebruikt? Wat zijn dat voor kengetallen die je dan gebruikt? Nou, dan kan ik gezien de gevoeligheid van die informatie, dat is natuurlijk precies de holy grail van. Vet competitive. Ja, precies. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Nee? Ik denk wat belangrijk is om te benoemen, dat wij hebben in die eerste fase van Felix, dus wij gingen in augustus van de zomer gingen wij live, 2017. We hebben die eerste fase hebben gewerkt met een wachtlijst, omdat we niet bezig waren met de groei van het aantal klanten, maar alleen maar het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen, van zowel battery swappen als de inrichting van de laadlocatie, als maintenance en operations. Omdat als je heel klein bent, dan kan je het bedrijf nog, ook met de achtergrond van mij en Maarten als consultant, nog super schaalbaar inrichten. Ja, maar als het helemaal draait dan. Als het helemaal draait, dat was. Dus je moest de processen met name heel goed gaan designen. Ja, precies. En wij hebben dus, de company structure is super schaalbaar ingericht. Dan heb je de processen daarachter, hoe wij ons bedrijf runnen, super schaalbaar ingericht. Dan alles maar meteen met focus op de internationale ambitie. Heb je dat geleerd van voorbeelden van een Uber of zo? Of heb je dat echt zelf gedesigned? Ik denk dat je als consultant dat je een hele goede basis hebt om bepaalde bedrijfsprocessen heel erg strak te trekken. Omdat dat hetgeen is waar je A, in opgeleid bent en B, ook ervaring in hebt. Ja. Ik geloof ook heel erg in, ik vertelde net al eventjes, wat mij betreft zit de kwaliteit van een succesvolle start-up niet per se in hoe goed of hoe uniek is dat idee al. Want wij begonnen, toen waren er dus al 2 partijen actief in de markt. Yeah. Het zit hem vooral in de execution daarin. En daar heb je natuurlijk goede voorbeelden van met een Uber of een Airbnb. Dat je, als je zorgt dat je in het begin hyper schaalbaar inregelt, dat uiteindelijk de grootste driver is van de groei. Mm. Maart 2018 hebben we de wachtlijst eraf gehaald. Omdat eigenlijk we de nieuwe milestone moesten behalen. En dat was eigenlijk een tweede stad in Nederland ontsluiten. Die groter zou zijn als Amsterdam. Omdat we daarmee zouden kunnen laten zien dat we A, in staat zijn om 2 steden tegelijk te managen, gewoon operationeel. B, om te bewijzen dat we een veel groter volume zouden kunnen draaien, dat we dat ook aan zouden kunnen. Zoals dat in start-up termen heet, dat je geen one-trick pony bent. Ja. En daarvoor heb je natuurlijk gewoon heel veel groei nodig van klantenbestand om te laten zien, er is ook echt veel vraag naar. Ja. En dat is zo gebleken, want we waren in staat om 2 miljoen financiering op te halen voor de scooterfinanciering in Rotterdam. Waaronder een stukje van ABN AMRO. Dat kan je alleen maar doen, denk ik, als je onder de motorkap ook goede cijfers laat zien. Want anders dan stappen dat soort partijen stappen niet in. Nee. Ik ben niet meer helemaal op de hoogte, maar moet je een helm op zo'n ding? Even zo'n ding even op Amsterdam inzoomen specifiek, maar in het algemeen? Dus eigenlijk moet je het zo zien dat wereldwijd moet je overal een helm op een scooter en rij je 45 km per uur. Op het fietspad of op de weg? Op de autoweg. Oké. Ja, alleen Nederland is een uitzondering op de regel. Daar kennen wij het concept bromscooters met 25 km per uur zonder helm. Ja. Die rijden op het fietspad. Ja. En Amsterdam heeft onlangs besloten onveilig plan. Je hebt nog wel de 25 km per uur bromfietsen, maar die moeten dus nu met een helm tussen de auto's rijden. Ja, wat tering irritant is voor de auto's. Voor de auto's is het irritant. Ja. Voor de scooterrijders is het irritant. Voor de fietsers is het deels prettig, want het is vrij vol op de fietspaden. Ja. En dat is nu de nieuwe situatie. Oké, maar jullie scooters zetten dus gewoon op de weg met een helm op, sowieso al? In Amsterdam. In Rotterdam en in Den Haag, daar rijden ze gewoon op de fietspaden.
Oh, want het is een 25 kilometer scooter? Ja, klopt. Ah, oké. Okay. Maar jullie hebben geen 45 kilometer scooter? Niet voor Nederland, wel voor het buitenland. Aha. Ja. Dus in Nederland heb je allemaal blauw kenteken 25? Correct. Ja. Oké, okay, en die moeten dus nu... En is dat slecht voor jullie business dan, dat die in Amsterdam de weg op gaan? Nou, op dit moment zien we dat er is natuurlijk wel impact, want mensen moeten wennen. En, ja. Je krijgt natuurlijk vaak de vraag, vinden mensen het niet vervelend om een helm op te dragen? Ja. Want het kan toch vies zijn? Nou, we zien eigenlijk dat de concepten die wij uitbaten met helm in het buitenland ook super succesvol zijn. Oh ja, hoe hou je dat een beetje clean? Wij faciliteren haarnetjes bij de helm. Dus er zit een topcase op de scooter. Daar zitten twee helmen in, dat je ook met z'n twee op de scooter kan rijden. Ja. Daar zitten haarnetjes in die je kan gebruiken als je het vervelend vindt om een helm van iemand anders op te zetten. En wij desinfecteren de helmen met een desinfecterende spray op het moment dat we de batterij verwisselen. Dat gebeurt dagelijks om het allemaal schoon te houden. Kost het? Het kost nu 30 cent per minuut. Dus je hebt geen abonnement of helemaal niks? Op dit moment niet. Op dit moment zorgen we ervoor dat we een heel laagdrempelig instapmodel hebben. Dus mensen betalen geen vaste kosten, geen registratiekosten, geen abonnementskosten. En echt daadwerkelijk alleen op het moment dat je de producten gebruikt. 30 cent per kilometer? Per minuut. Per minuut? Ja, per minuut. Hoe werkt het dan? Ik loop naar zo'n scootertje en hoe activeer ik dat ding dan? Met een app? Ja, precies. Een appje downloaden, registreren. Klopt. En ja. Ik bliep hem er tegenaan en ik kan rijden. Ja, bijna. Dus je downloadt de app. Dan moet je je creditcard of bankgegevens invullen en je rijbewijs. Zodat we kunnen controleren dat het allemaal goed is. Niet gestolen, niet verloren. Maar het gaat real-time? Dat gaat allemaal real-time. Ja. Binnen een paar minuten kan je rijden. Dan kijk je eigenlijk op de app waar de dichtstbijzijnde scooter staat. Dan reserveer je die scooter zodat je er naartoe kan lopen. En je zeker weet als je er bent dat er net niet iemand aha, want wegrijdt. Ja, zelfs met carsharing eigenlijk. Exact. En dan zeg je gewoon op je telefoon aan. Dan gaat de scooter aan. Dan rij je ritje van A naar B. En als je bij B bent, dan zet je hem uit met je telefoon. En dan loop je naar de afstand. Waar hebben jullie het meest in vergist? Als je nu kijkt naar de eerste learnings. Ik denk dat wij in retrospect... financieringstermijnen. Ik denk dat wij in staat zijn geweest om heel veel financiering op te halen tot op heden in een relatief korte tijd, want uiteindelijk bestaan we iets meer dan 18 maanden. Ja. Maar dat je toch vergist hoeveel tijd en energie het kost om financiering helemaal rond te krijgen. Het is wel een beetje een cliché, maar dat is toch iets wat dan tegenvalt. Ja. Totdat het op je bankrekening staat, zeg maar echt. Totdat het ooit als een ja of het komt goed is snel gezegd, maar ja. Voordat het dan alles geregeld is. Ja, uiteindelijk zijn het over het algemeen echt hele lange trajecten. Ja. Dus dat is één. Tweede waar ik zelf, wat ik ook zelf heel interessant vind, is het is best complex om alle tijdlijnen waar je mee te maken hebt, allemaal keurig op elkaar af te stemmen. Dus in de ideale wereld dan heb je tijdlijn, zeg maar tijdlijn 1, dat start je op en dan op moment B dan is het klaar. En vanaf moment B kan een andere tijdlijn van C naar D lopen. Om dat allemaal goed op elkaar afgestemd te hebben, dat grijpt heel erg in elkaar. Dat noemen we het kritisch pad. Ja, ja, ja. Kan vrij complex zijn om dat allemaal goed te managen. Ja. Omdat je eigenlijk gewoon op een heleboel schaakborden tegelijk aan het schaken bent. Ja, ja, ja. En weet je, het moet wel allemaal goed staan. Het is een soort van puzzeltje wat in elkaar moet vallen. Dat... Dus jullie consultancy-achtergrond komt wel degelijk van pas ook. Omdat je daarin zeg maar, veel ervaring hebt opgegeven. Ja, en we zien ook dat we, als we kijken naar de mensen die we hebben aangetrokken. We zijn natuurlijk elke start-up doorloopt een bepaalde levenscycli. Ja. We zijn ooit begonnen met de eerste medewerkers van Felix. Dat waren stagiairs die in het bedrijf gegroeid zijn. Ja. Met dus weinig tot geen werkervaring. Vervolgens hebben we een aantal mensen aan ons gebonden. Die eigenlijk al een keer eerder een traject hebben bewandeld bij een ander bedrijf, bij een andere scale-up. Ja. Waarbij ze ook in een hele korte tijd heel erg hard internationaal gegroeid zijn. Mensen bijvoorbeeld met een Rocket Internet achtergrond of bij een HelloFresh hebben gezeten. Ja. Maar ook echt een aantal consultants die ook meer werkervaring hadden als consultant dan Maarten en ik. Om ervoor te zorgen dat we alle bedrijfsprocessen ook vanaf daar weer verder zouden gaan uitbouwen. Na die fase zie je eigenlijk dat je weer een soort van tussenlaag qua werkervaring inbouwt. En ook weer iets meer specialistisch. Omdat je dan echt ziet van, oké, nu hebben we echt specialisten nodig data, op een bepaald domein. Maar ook bijvoorbeeld op marketing. Het zijn eigenlijk alle hires die we nu hebben, het zijn eigenlijk echt specialisten in hun specifieke veld. Je ziet aan alle kanten zie je die deeleconomie opkomen. Je ziet micromobility, dus die steden die steeds drukker worden met allemaal mobiliteit. Hoe zie je die toekomst? Ja. Als ik kijk naar de stad van de toekomst, als we dan echt helemaal uitzoomen, echt op macro-economisch niveau kijken, dan denk ik eigenlijk dat steden worden steeds voller. Want we zien dat die urbanisatie gecontinueerd naar de toekomst toe blijft voortzetten. Dat betekent dus dat er op een steeds kleinere oppervlakte steeds meer mensen gaan wonen. Oftewel, de druk op die ruimte wordt alsmaar groter en groter. Ja. Nou, de enige manier om mensen in de toekomst in grote steden nog van A naar B te krijgen, grote groepen mensen, is eigenlijk alleen maar openbaar vervoer. Het is de enige partij die grote hoeveelheden van A naar B door de stad kan krijgen. Maar het is ook logisch om te veronderstellen dat we niet in staat zijn om in elke straat, in elke grote stad,
een OV-hub te bouwen. Want ook die ruimte is niet. Plus het is veel te kostbaar en duurt veel te lang voordat het is. Ja. Oftewel, wij zien dat de stad van de toekomst eigenlijk bestaat uit, als we het hebben naar de mobiliteit van de stad van de toekomst, bestaat uit openbaar vervoer. Ja. Wat aangevuld is met allemaal verschillende manieren of allemaal verschillende varianten van deelvervoer. Ja. En dat zijn auto's, dat zijn fietsen, dat zijn scooters, dat zijn stepjes. Waarbij openbaar vervoer ook straks autonoom zal zijn en misschien ook kolonnes auto's kunnen zijn of whatever. Ja. Maar dat zijn zeker. Dat zijn niet en, de klassieke stadsbussen. Precies, dus wij zien een beetje het openbaar vervoer, dat zijn die dienen een beetje als de aderen van de stad. Ja, en dan alle verschillende micromobility oplossingen die echt complementair zijn aan openbaar vervoer, dat dienen een beetje als de haarvaten van de stad. Ja, ja. Nou, we zijn nu nog helemaal aan het begin van die transitie. Ja. De reden dat ik er heel erg in geloof en ook dat de sterke ontwikkeling daarin is mede gezien de disruptive factor die dit kan hebben en hoe groot deze markt is. Want iedereen kan zich voorstellen, iedereen beweegt zo tussen de 4 en 6 keer per dag. Ja. Veel mensen wonen in een grote stad, dus dat is eigenlijk wereldwijd is dat de total addressable market. Er zit dus al heel veel geld achter. En we zien eigenlijk dat naar de toekomst toe geredeneerd er eigenlijk alleen nog maar een oplossing is dat openbaar vervoer gecomplementeerd gaat worden aan. Of gecomplementeerd gaat worden met deelmobiliteit. Ja. Wel zien we een aantal uitdagingen. En we zitten nog helemaal aan het begin van die transitie, denken we. Mm-hmm. We hebben de uitdaging net gezien met de deelfietsen. Als de aankoopprijs dusdanig laag is dat het goedkoper is om ze te laten staan en er een nieuwe neer te zetten als er eentje kapot is, dan ze te vervangen. Nou, dan is er dus veel meer aanbod dan vraag. Ja. We zien eigenlijk een beetje een soortgelijk probleem ontstaan met de stepjes op dit moment. Als we niet in staat zijn om laatste eigenaarschap toe te wijzen aan degene die het voertuig voor het laatst gebruikt, ontstaan een uitdaging. Als iemand er makkelijk in het gas kan flikkeren en ik kan zeggen, ja, maar dat was ik niet, ik heb hem netjes gezet. Precies. Ja. Nou, dat hebben de stepjes en de fietsen nu als uitdaging. Dat hebben carsharing en scootersharing niet, want onze scooters zijn ook te zwaar daarvoor. Die zijn ook voor beveiligd, kan je niet zomaar wegduwen. Maar ik geloof ook zeker dat er ruimte is voor een goed deel fietsconcept. En ook een goed deel stepconcept. Alleen die uitdaging moeten zij nog het hoofd bieden. Ja. Naast ook het feit dat de producten robuuster moeten worden, zodat ze een langere levenscycli hebben. Ja. Waardoor ze dus ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Ja, want ze worden nu zo snel afgeschreven dat je kan afvragen of het duurzaam is. Ja. Genoeg te doen. Hoe oud ben jij? 31. Mooi man. Ja. Spannende jaren. Spannende jaren, spannend, maar ook heel leuk. En leuke jaren. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier mee. Dank jullie wel voor het meekijken en meeluisteren naar dit gesprek. Zit je op YouTube, vink even een duimpje aan. Zit je naar de podcast te luisteren, abonneer dan. En heb je dat nog niet gedaan, dan kun je dat doen op elk podcastplatform wat je maar wil. Voor nu bedankt voor het kijken. Hoi.